Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En vandaag zijn we weer opnieuw bij elkaar gekomen, jongens. Yes. Ja, ja. Ja. We hebben weer drie... Nee, niet drie. Twee films, één serie. Mm-hmm. En we gaan het hebben over Lupin seizoen 3, The Creator en uiteraard Expendables. Hoge verwachtingen. Hoge verwachtingen allemaal. Ja, gaan we het zo over hebben. Maar voordat we verder gaan, jongens, hoe is het met jullie? Beter. Ben ziek geweest, man. Jij bent ziek geweest. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar ja, weet je wat het is? Dat hoor je nog misschien een beetje aan mijn stem. Aan de andere kant heb je wel weer tijd om wat te kijken. Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Dus ik heb wat betaald films kijken. Dus ik heb wat leuks gekeken. Of ja, leuks. Iets wat ik van vroeger ken. Ik had het heel lang niet gezien. 1993. Bound by Honor. Oftewel, in de volksmond, Blood In, Blood Out. Ken je die nog? Ja, man. Ja. Dat is echt een goede film. What does it look like forever? Ja, ja, ja. Trespuntos in shit. Ja, maar misschien leuk voor de kijkers en ook voor de luisteraars. Dat het is een cultfilm van 3 uur. Ja, dat is wel echt een classic. Ja, ook, man. Ja, over twee halfbroers, Cruz en Paco. En dan hebben een neef, Miklo, die een blonde vader heeft, zeg maar. Ja. Dus hij wil ook bij de gang horen, maar hij moet toch zich meer bewijzen omdat hij blond is. Wat ik me nog kan herinneren, is best wel een tijdje geleden dat ik hem heb gekeken. Maar hij had de vader is blond, maar gewoon Amerikaans ook, toch? Ja, ja, precies. Dus hij is mixed race. Ja, hij is mixed race. Ja, dat was het. Moeder wel Mexicaans, zeg maar. Klopt, en die andere twee zijn gewoon Latino's. Maar omdat hij dan, zeg maar, die blonde features heeft, zeg maar, moet hij zich toch meer bewijzen. Uiteindelijk pleegt hij een moord, komt hij in de gevangenis en vanaf dan scheiden de wegen van hun alle drie. En dan, om verder niet in details te gaan, maar hij gaat dan in de gevangenis, gaat hij zich ook bij een groep aansluiten. Oftewel La Onda. Ja, La Onda. En daar gebeurt ook van alles. Ja, wanneer hij vrijkomt, zijn ze alle drie totaal verkeerde pad, of andere pad ingeslagen. Juist, klopt. Juist. Hij komt, maar dat is ook een dingetje, dat was ook bij dingen toch zo? Bij de Shawshank Redemption. Als je buiten komt, dat je zo lang hebt vastgezeten, dat buiten alles is doorgegaan of zo. En dat jij zelf nog een bepaalde bubbel zit. Ja. En dat had hij dan voornamelijk. Terwijl die andere broers totaal wat anders zijn gaan doen. Die zitten nog steeds in de gang. Het is ook een totaal andere wereld. Was het volgens mij bij Shawshank Redemption dat een man die heel graag naar buiten wou? Ja, die opaatje die wilde juist niet naar buiten. Niet. En die kwam dan vrij. En dan en heeft zichzelf op zelf ja. Ja, 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 omdat, ja, ja. De wereld dus gaat gewoon verder. Terwijl jij soort van in een tijdcapsule blijft zitten. Ja, ja. Ik denk dat het nu vandaag de dag misschien nog extremer zou zijn. Als je in de Zero's vast zat en je komt nu vrij. Dat je de internetradio, de podcast hebt inderdaad, de YouTube. Klopt. Maar iedereen zit ook heel naar een schermpje te staren. Geen gesprek met elkaar. Compleet veranderd, man. Ja, Nou, je in 1990 wordt opgepakt en je komt in 2023 vrij. Ja. Je hebt niks van de buitenwereld gezien. Ja. Kijk, in Nederland ben je nog wel... Heb nog die tv, krijg je, weet je wel... Je hebt vrije tijd en dat soort dingen. Ja, die krijg je daar ook wel. In sommige landen zit je gewoon echt... Maar je bent een soort van aan het kijken naar de creator, weet je wel. Je hebt het niet, maar je ziet het wel. Ja, oké, dat wel. En dan in één keer kom je in die wereld. Maar jongens, hoe gaat het met jullie dan? Hebben jullie nog wat gekeken? Ik heb wel wat gekeken. Ik heb onder andere naar Fight Club gekeken. Ik zag weer heel veel TikToks voorbij komen van dat ze een tattoo laten zetten van Brad Pitt. En dan doen ze dat schuimpje zo wegvegen en dan zie je niks op zijn arm. Dat is die joke van Fight Club. Dus ik dacht, ik heb op Fight Club gekeken. Maar ik heb ook nog een paar andere dingen gekeken. Ik heb bijvoorbeeld de nieuwe reeks van Wes Anderson gekeken op Netflix, die short movies. Ja. Maar ik heb niet per se... Ik heb zoals altijd weer een kijktip, maar het is niet een film dit keer. Het gaat over een YouTube-kanaal. Mm-hmm. En waarom ik daar op ben gekomen is eigenlijk... We hebben Expendables gekeken. Komen zo op terug. Ja. En ik was eigenlijk nieuwsgierig naar de reactie van deze gasten. The Corridor Crew heette ze op YouTube. Mm-hmm. The Corridor Crew? Ja, The Corridor Crew heette ze op YouTube.
En het is best wel leuk. Dat zijn visual effects creators. Animatoren. Of we noemen dat animatoren? Mensen die animaties maken. Ja. En die gaan dan reageren op films. Maar hebben ze Expendables gedaan? Nee, nog niet. Ik was daarom van een beetje nieuwsgierig. Maar gaat er een Expendables versie uitkomen? Maar deze gasten kijken ook een stuk verder. Die zien shit wat wij misschien niet hebben gezien. Bijvoorbeeld, ze hebben de Flash gekeken. En dan halen ze bijvoorbeeld heel veel dingen aan. Als bijvoorbeeld het lichaam van de Flash is veel te klein. Zijn kop is veel te groot. Ja, daar had je het over. Maar ook hoe ze bijvoorbeeld die doppelganger doen in die kamer. Ja. Weet je wel? Dan is eentje is dan een geanimeerde... overal personage, ik ben zijn naam even kwijt. Maar dan de andere is dan de echte. En dan doen ze pauze, gaan ze inzoomen en zo. Dat is best wel leuk om te kijken. En gisteren was toevallig ook David Lowry te gast. En dan gaan ze bijvoorbeeld bespreken ze scènes uit de film van David Lowry. Dus dat is best wel leuk. Dus check ze uit, want dat is echt cool, leuk. Cool. The Crew. Ja. Zijn ook wel creatief. Ze hadden laatst bijvoorbeeld een bepaalde AI-software uitgevonden waarbij je bijvoorbeeld gezichten kan digitaliseren, maar ook kan laten praten enzovoort. Het is niet echt gemaakt voor games, maar dan pakken ze dat technologie en dan stoppen ze dat in games. En dan gaan ze bepaalde games, gaan ze dan de gezichten gaan ze dan opnieuw vormgeven met die AI-software. En dan stoppen ze bijvoorbeeld echte acteurs erin. En dan kijken ze hoe het uitpakt. Maar werken ze zelf ook mee aan bepaalde films? Of hebben ze ooit meegewerkt? Ik weet een portfolio niet, maar ik ben ook vrij recent tegengekomen. Ja. Ik heb een aantal filmpjes gezien, maar ik vind tot nu toe vind ik echt een aanrader. Het is gewoon leuk. Ja. Ik heb nog geen oude content van hun gekeken. Ik heb voornamelijk gekeken naar wat de afgelopen 2 weken sinds ik ben uitgekomen. Maar het is echt leuk. Ik ben ook benieuwd naar wat ze gaan zeggen over Expendables. Of ze überhaupt Expendables gaan zeggen. Dat vraag ik me af, man. Maar En in die tussentijd, jongens. De ding is overleden, man. Albertus Perkamentus. Oh, ja, klopt. Ja. Dat was groot nieuws. Michael Gambon is de tweede... hiervoor was er een andere in Harry Potter 1 en 2. Er zijn twee andere. Richard Harris was dat. Ja. Die heeft dus de première gemist van Harry Potter 2. Maar die kwam in november uit. Ik had dat even opgeschreven hier. Oktober 2002 is die overleden. November is Harry Potter uitgekomen. En dat doet me meestal toch wel weer denken aan Lance Riddick bij John Wick. Die heeft de première gemist van John Wick 4. Ja man. Ja, maar ook altijd moet ik bedenken aan Heath Ledger. Die heeft de Dark Knights gemist. Waar hij later ook een Oscar voor heeft gekregen. Die vervulde de rol van de Joker in The Dark Knight. Ja, dat was die echt helemaal gek werd, toch? Ja, er gaan heel veel theorieën rond dat ze in de kamer kwamen. En, ja, dat die lach van de Joker afspeelde. Allerlei dat soort theorieën. Nou, je weet het niet. Maar misschien was hij gewoon depressief en heeft hij ook daar gemaakt. Ja, dat kan ook. Ja. Maar dat komt nog best wel vaak voor. Ik kan me wel voorstellen dat die wereld best wel eenzaam kan zijn. Mm-hmm. Vooral bij dat soort rollen ga je echt helemaal afsluiten van de buitenwereld. En wanneer je minder sociaal bent en meer introvert bent, dan ga je vaker over dingen nadenken die niet zo belangrijk zijn. Maar dan ga je een heel dingetje van maken in je hoofd. Het knaagt waarschijnlijk wel aan je. Ja. Ja. Ik heb ook 2 goede films gezien. 1 serie trouwens. En ik heb Gran Turismo gezien. Ja, de film. Ja, de film van de game. Ik vond hem echt... ik had niet veel verwachtingen, maar echt... Ik vond het wel een goede film, man. Mm. We hebben hem niet besproken, omdat we volgens mij toen nog in een zomerstop zaten, of niet? Ja, klopt. Ja, dat was een zomerstop, klopt. Daarom hebben we hem niet besproken. Ja. Maar deze week komt hij uit. Ik zou zeggen, dit is jouw moment, man. Bespreken. Ja. Nou, ik zal zeggen van, kijk hem eerst even. Ja. Want hij komt... deze week komt hij in Nederland op... volgens mij was het op Disney+. Of HBO, een van de 2. Komt hij al, maar volgens mij draait hij nog... Oh, wacht, hij draait niet meer in de bioscoop. Dat weet ik wel. Hij komt op Pathé Thuis, dat was het. Vanaf de 10e komt hij op Pathé Thuis. Ja, dan zou hij ook wel op de nieuwe streaming service van Sony komen. Want Sony heeft een nieuwe streaming service, hè? Ja. Al die Sony films kun je daar nu huren of dingen. Of je moet een abonnement hebben en dan kun je een x-aantal films kun je dan streamen. Ja, inderdaad. Concurrent erbij. ik heb op Netflix, van de week stond ook een goede serie op. Het Gouden Uur. Nederlands. Ja, Nederlandse film is het. Okay. NPO-serie is het. Hè? Ja, NPO... was eerst op tv en later kwam hij op Netflix. Maar ik heb hem nog niet gekeken. Goeie, crime of wat is het? Crime. Ja, crime, oké. Ik heb hem nog niet gekeken, maar het is... politie, arrestatieteam, allemaal dat soort dingen. Gewoon, het is echt... Ik raad hem aan kijken. Oké. NPO heeft echt goede series, hoor. Ja, de All-Stars hebben ze. We waren groen als gras. Of hoe ging die ook al? Ja? Maar dat heb ik al staan zo. Maar ook iets van Commando's had je. En dat was een beetje... Ja, die was ook goed, man. Commando's was een beetje ook weer... hoe noem je dat?
dat de staat, corrupte staat. Inside jobs. Ja, nee, het Gouden Uur heeft dingen de hoofdrol. Hoe heet hij? Ik ken zijn echte naam niet meer. Dat was, maar hij speelde Potlood in Mokro Mafia. Hij heet Potlood. Hij heet Potlood. Ik denk dat dat is. Hij speelde Potlood, zeg ik toch ook. Ja. Maar echt goede acteur, man. Goede serie ook. Ik denk dat de luisteraars zijn denk ik wel goed voorzien van content wat ze kunnen kijken. Inderdaad. Denk het ook wel. Misschien kan ik er nog een filmtip uit over. Ik heb... we hadden het over Alberto's Pecamentus. Ik heb al een tijdje geleden dat ik toevallig nog alle Harry Potters gekeken. Ja, dat heb ik ook wel. Dat doe ik ook maar wel eens wat is jullie favoriete Harry Potter film dan? Mijn is 4. 4? Mijn is de Vuurbeker, man. Dat is 4, toch? Dat is 3 volgens mij, man. Nee, 3 is Prisoner of Azkaban. 2 is Geheime Kamer. 1 is Stenenwijze. Okay. 4 is The Goblet of Fire. Ik ben de vertegenwoordiger van een hele kleine groep die... Harry Potter niet heeft gekeken. Alleen de eerste. Dus mijn favoriet is de eerste. Jij bent een Slytherin boy. Weet je wat het mooiste is? Bij mij was dit andersom. Ik had ze allemaal gezien, behalve de eerste. Ik heb ze allemaal... Ik heb een keer echt gewoon... Ik heb ze allemaal in de bioscoop gezien. Van kind af aan. Volgens mij ging ik naar... 1 of 2 met mijn vader en dan 3 toevallig met mijn oom en dan 4 met mijn vader. En dan word je wat ouder en dan ga je alleen naar de bioscoop. Of ja, althans met vrienden. En zo heb ik volgens mij alle Harry Potters in de bioscoop gekeken. Nee, ik niet. Ik heb deel 1 die had ik nooit gezien totdat ik echt de allerlaatste heb gekeken. En toen heb ik ene keer teruggekeken en ik heb alleen deel 2 heb ik in de bioscoop gezien. Ja. En ken je dat hij in de geheime kamer zit? Slytherin Boys, wat? Dat hij in de geheime kamer zit, waar die grote slang tevoorschijn komt. Oh, ja. Nou, ik ging dus was mee. Dat, nee, dat was toch geen slang? Dat was driekoppige... Nee. Was oh, nee slang. Die slang was geheime kamer. Ja, dat zeg ik. Oh, sorry. Kamers. Ik dacht dat je zei, 1 heb ik niet gezien. 1 heb ik niet gezien. Ik begon bij 2 in Zo. Nu is het kwartje gevallen. Ja. Dus ik ging met mijn neef mee voor een schoolproject. Ik en mijn nichtje zaten daar. Nou, hoe oud was ik? 15, 14... Harry Potter 2? 2. Oh, dat is 2004 of zo, dat was je 15. 2004, dan was ik 11. Ik moet nagaan, dan was ik 11. En ik heb die scène met de slang achter mijn stoel vandaan gekeken. Ik zat er gewoon op de grond en tussen dat ding door. Het was ook best creepy hoor. Harry Potter 1, toen die uitkwam, wat was het 2000 of zoiets? Ja. Moet je voorstellen, hè? Dat doet hij die band doet hij af zo en dan komt Voldemort uit zijn achterhoofd. Ja, inderdaad. Weet je wel? Oh, ja. Harry Potter! Ja. The boy who lived, come to die. Nee, maar jongens, we hebben inmiddels zitten we al bijna 10 minuten in de episode. Laten we beginnen. We beginnen met Lupin seizoen 3. Daar is het moment, jongens. Lupin seizoen 3. Lang verwacht op Netflix. Ik heb heel lang hierop gewacht. Jullie waarschijnlijk ook. Yes. Asan Diop. Ja. De vorige aflevering hebben we het al over, hadden we een beetje verwachtingen. Alle drie hebben we top gezegd. Jongens, in één woord. Hakan. Top. Ja, nog steeds top? Ja, nog steeds 100%. Ja. Nee, ik vind wel dat je een ander woord mag gebruiken. Ja, andere woord. Doe een synoniem of zo. Ja, gewoon. Nee, ik vind hem echt goed. Hij is echt, ik vind hem echt geweldig. Oké. Okay. Goocheltrucje. Goocheltrucje. Ja, maar het is het toch? One Big Magic Show is het gewoon, jongen. Nee, dat klopt. Nee, als ik zelf een woord moet geven... Babakar. Gentleman. 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 Doe me denken aan een rapper. Gentle. Ascentio. Gentleman. Babakar. Shout-out naar jou als je luistert. Ja, man. Maar wat zien we in seizoen 3? Ascent Diop. Oftewel, hij wordt door zijn moeder Sunny genoemd. Ja. Die, nou, dat heeft in Nederland een andere betekenis. Ik moet even Sunny halen. maar ik wil niet heel veel verspillen. Maar hij, zijn eigen dood doet hij in scène. Heeft hij voor gekozen. De schrijver van Lupin heeft daarvoor gekozen. Toch? Nee, maar zijn zoon kwam die achter, toch? Zijn zoon wist het. Nee, oké. Okay. Ja, ja. Met de gedachte dat beter zou zijn, af zou zijn voor zijn familie en vrienden. Ja. Blijkt niet echt waar te zijn. Pakt heel anders uit. En we zien daar ook de moeder komt in beeld in seizoen 3. Die ontvoerd wordt. Ik wil er verder eigenlijk niet veel over zeggen, vind ik. Want dat verspil ik wel heel veel, denk ik. De moeder wordt ontvoerd door een oude bekende. Die uit is op revenge. Ik denk dat dat een goede dat is, sum-up misschien. Is van ja, het precies. Seizoen. En niet te veel eigenlijk. En waarom die uit is op revenge dan revenge of revanche? Kijk en leer. Hakan,
Wat had je vooraf verwacht? Je hebt de eerste twee seizoenen gekeken, of niet? Ik heb de eerste twee seizoenen gekeken. Ja. Vooraf, ik had sowieso heel veel... hoe heet dat? Dat je die... ik ben nou even de naam kwijt. Dat in één keer alles omdraait, weet je wel? Dat je denkt van, oké, dit was het. Oh, wacht even, het nou gebeurt wat. Ja, weet je plot twist. Ja, echt heel veel plot twist had ik wel verwacht. Komt ook veel voor. En uiteindelijk, wat is dan... Je hebt hem gekeken, uiteraard. Ja, ik heb de eerste drie afleveringen gekeken. Ja. En wat ik verwacht, komt wel een beetje voor. Veel mysterie, puzzels oplossen. Je bent zelf ook bezig, weet je wel. Oh, hoe heeft hij dat gedaan? Weet je? Precies. Maar ook bijvoorbeeld in een van de eerste... ja, dat is de eerste aflevering. Mm. Bij die diefstal, dat die zegt om die en die dag om 10 uur. Ja. Dan gaan ze een keer zo rond, weet je wel. Kijken ze iedereen in de ogen en dan zie je al van... Oh shit, daar is die, weet je wel. Terwijl dat je in het begin de hele dag zegt van... Hoe gaat hij binnenkomen, weet je? Ja. En waarom geeft hij die informatie überhaupt? Ja, weet je, inderdaad. Van, klopt. Ja. En dat hij dan aan het einde alles uitlegt van... dat is daarom, daarom, daarom. Maar hij is ook een gentleman thief, hè? Ja. Nee, maar ja, je hebt zij eens 1 en 2 gekeken. Maar ik heb dat ook even een notitie. Het is best wel een rare setup. Het is je part 1, part 2 is seizoen 1. En nu hebben we deel 3 gekeken. Ja. En dat is seizoen 2. Ja, ja, oké. Okay. Ja, en dan was... Er zit een nieuwe seizoen aan te komen. Als ik zo, ik heb hem wel helemaal gekeken. Als ik gewoon het einde mag geloven, dan zit er een nieuwe seizoen aan te komen. En dat zou dan waarschijnlijk nog het einde van seizoen 2 zijn. Dan zijn we twee seizoenen in Lupin, maar dat is dan part 4. Ja. Maar dat doen ze de laatste tijd heel veel. Dat is heel erg verwarrend. Ik zag laatst ook, HBO is er ook aan begonnen. Volgens mij, je hebt straks Doom Patrol 4B of zo, weet ik wel. Oh, op die manier. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar het is wel goed gewoon om abonnementen te rekken. Want dan zou je 2 maanden lid moeten zijn om een seizoen te kunnen kijken. Ja, dat klopt. Maar Orun, zeg maar, laten we zeggen part 3 dan. Wat we nu hebben gekeken. Ja. Is het dezelfde niveau behaald als de eerste twee delen? Is het even goed of is het toch iets slechter geworden? Of nee. Ik vind nog, ze gaan nog steeds best wel sterk door. Ja. Maar dat heeft ook te maken, dit is eigenlijk gewoon een boekenreeks wat best wel goed is. En ze hebben heel veel dingen. Dus je kan, net als Harry Potter 1 tot en met 8, het is gewoon een boekenreeks. En de boekenreeks is goed. En als de boekenreeks goed is, dan kan de serie ook best wel goed zijn. Als je er een degelijk budget tegenaan gooit. En dat is bij deze ook dan weer zo. Ja. De boek gaat gewoon door. En het boek gaat door. En nu komt dus ook waarschijnlijk een vierde seizoen. Als je het einde hebt gezien van seizoen 3. Maar het is een beetje een open eind. Ja. Dan denk ik dat seizoen 4 ook best wel goed kan zijn. Ja. Ja, maar tot hoe lang kunnen ze eigenlijk een soort van doorgaan? Kijk, ik heb, ook tot de boeken op zijn. Nee, maar ik heb de recensies ook een beetje gekeken. Heel veel lovende recensies, laat daar eerlijk zijn. Maar ik hou wel van die even die andere uitpikken, zeg maar, andere kant. Ze moeten de magic tricks moeten gewoon goed zijn. Steeds keer op keer. Dat is het wel. Ik heb heel vaak recensies teruggelezen, kritiek dat de magie een beetje weg is. Het is elke keer achterhaald of zo. Ja, dat had ik bij aflevering 1 ook. Hij werd gearresteerd en toen dacht ik van hij is gearresteerd. Maar het gaat niet gebeuren, want anders zou de seizoen al afgelopen precies. zijn. Nee, maar dat gebeurde en toen had je al van hij wordt nu gearresteerd. Mm. Maar wat Lupin dan doet is dan gewoon ook weer... backstory vertellen, dan gaat hij weer na 2 weken geleden en dan heeft hij alles uitgepland en dit en dat. En dan zie je wat er ook gebeurt en dan denk je toch wel weer van, oh shit, dat is best wel geniaal. Ja, inderdaad. Ja, ook het scène bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe ver jullie zijn, ik weet niet of het al is. Aflevering 3, wat gebeurde voor het laatst? Aflevering 3, daar is die met die overvallers, dat hij die BMW eerst laat stelen. Oh, bij Cisco komt hij. Ja, bij Cisco. In huis. Ja. Maar, wat gebeurde in aflevering 2? Was die? Dat die schilderij? Aflevering 3. Nee, aflevering 2, wat gebeurde? Ik probeer voorzichtig te zijn. Je hebt hem nog niet gekeken, maar... Ja, aflevering 2, dat is... Ja, eigenlijk heb jij het al gezegd. Dus hij fake zijn dood. Dat is aflevering 2. Dat heb je gezien. Ja, dat heb ik gezien. Dat is aflevering 2. Ja. Ja. Ja, maar dan denk je bijvoorbeeld van zijn hartslag. Hoe controleert hij dat? En dan 10 minuten later, dan kijk je van... Ja. En dan zegt hij van, hoe noem je dat ook wel zo'n stethoscoop of zoiets inderdaad. Ja. Zorg ervoor dat deze fake is. Ja. Dat hij gewoon niet kan meeluisteren. Ja, gewoon zo super simpel. En dan denk je van, wauw, genius. Ja. Ja. En dan... doen ook zo'n een of andere spray of zo. Ja. Maar dat is best wel leuk. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een goocheltrucje. En dan gewoon laten zien hoe je de goocheltrucje uit hebt gevoerd. Maar ja, zoals ik zeg, 4 kan goed zijn. Maar die goocheltrucjes moeten wel overtreffen. Ja. Ja, het moet steeds bizarder worden. Ik heb alleen de laatste 2 afleveringen nog niet gekeken. Ik weet niet. Denken jullie dat er ook nog een rol
in zit voor de zoon. Dat er ooit daar nog iets mee gaat gebeuren. Dat die keer mee gaat doen. Wat denk je? Ik denk dat je dan ook moet kappen. Ja? Denk je? Ja, denk het wel. Ja, tenzij het in de boeken staat. De zoon neemt het over. De boeken is wel genius. Ik ken die boeken niet. Zijn kind is wel genius. Weet je? Hij heeft wel door bepaalde dingen. Ja. Dus het zou kunnen. Maar ik vind van kappen gewoon. Maar oma Simi doet het ook echt goed. Hè. Dat is gewoon echt een perfecte rol voor hem. De rol van Lupin. Ja. Cijfers op Tomatometer, 100% scoorde die. Audience score is 70%. En op IMDb 7.1 van de 10. Zeker goed. Ik had nog een ander dingetje. Hè? Ja. De film is eigenlijk wel... er zit ook een soort van statement of zoiets in. Hè? In de serie. Heb je het gemerkt? En je hebt de laatste aflevering niet gezien, maar dat gebeurt gedurende de serie gebeurt dat ook. Ja. Assan Diop, de meest gezochte man van dingen, die loopt gewoon vrij rond over straat. Ja. Maar die wordt niet herkend. Ja, maar dat is een ding dat nog steeds gebeurt. Dat was laatst ook gebeurd. Of ja, laatst. Wanneer was dat met die linksback van Manchester City? Er werden er gewoon foto's gebruikt van de keeper van Chelsea. Van die Eduard Mendy heet hij volgens mij. En dan die linksback van Real Madrid werd er foto's gebruikt. Dat gebeurt nog veel te vaak. Dat is wat de mensen gewoon aanzien gewoon als... Oh ja, allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Ja, wie had dan nog meer? Dat Aquasi met Glenn Faria was dat volgens mij. Hadden ze voor Glenn Faria hadden ze een foto van Aquasi gebruikt of andersom. Maar hij zegt ook, op de laatste aflevering zegt hij ook iets van... hij loopt dan gewoon vrij rond, weet je wel. En dan zegt hij ook iets van, ja, jullie zien ons allemaal als hetzelfde aan of zoiets. Ja. Of als generaal of zoiets liep hij rond. En dan zei die man van... dat was het. Die generaal, hij liep als generaal en dan zei die man van, ja... Ik ken jou ergens van, weet je wel. En dan zei je van, ja, jullie zien ons toch allemaal als hetzelfde, weet je wel. Zoiets zei hij. Ja. Maar dat is... Zou er een achterlichte gedachte in zitten, ja? Ja, weet ik niet. Hmm. Maar het is toch ook gewoon dingen. Hij loopt soms zonder camouflage of wat dan ook rond. Ja, maar ook hij die dingen inkomt, die juwelier in aflevering 1. Dan zegt hij ook gewoon, weet je wel, van... Oh ja, ik ken jou ergens van. Ja, wie dan? Ja, je lijkt op Lupin. Ach, joh, hou op over die vent, zegt hij, weet je wel. Maar gewoon hoe die zelfvertrouwen overkomt. Hij kan goed mensen overtuigen. Ja, dat is het. Ja, ik denk dat er misschien ook een achterliggende ding is. Dat hij heel mooi zegt, kijk wat die generaal zegt. Ja, hij zegt ook heel mooi, zijn ogen zijn blauw, de mijne zijn bruin. En later zegt die politie, weet je, dan zegt die vrouw... Ja, maar hij had ook bruine ogen en geen blauwe, hij had lenzen gebruikt. De politie zegt gewoon, zijn ogen zijn bruin. Weet je? Je let niet op iedere detail als je op de foto kijkt. Nee. Maar jongens, moeten de mensen deze serie, dit seizoen, moeten ze die kijken? Als je de rest hebt gekeken, dan moet je gewoon. Als je 1 en 2 hebt gekeken, moet je deze kijken. Ik moet wel zeggen... De moeder keert een keer terug. En je ziet dat Lupin het niet van een vreemde heeft. Moeder een dief, zoon een dief. Want zij heeft ook vastgezeten. Ja, klopt. Ook voor diefstal. Ja. Dus dat. Hey, en nog misschien een leuk dingetje. Ik stuur een fotootje in een groep. En dat is een Turkse serie, heb je. Dat gebeurde ook. Toen je hem eerst naar mij stuurde, ik had nog niet gekeken. En toen dacht ik, waarom dan? Maar toen ik die serie aan het kijken was, ik heb hem gezien. Ja, maar het is niet zo dat de producenten hetzelfde oude muurtje hebben gesproken. Nee, maar leg uit, waar gaat het over? Ja, kijk, je hebt natuurlijk een serie. Ik heb het zelf niet gekeken, maar ik weet wel dat er een heel grote aanhang is. En is zo'n ook een misdaad, maffia serie of zo, crime serie. Maar die hebben dan een bepaalde logo. En dat is dan zo'n je kent toch wel zo'n schuin, zo'n klein, kleiner, groter dan of kleiner dan. Ja. Drie puntjes en dan weer afsluiten met de kleiner dan, groter dan. En dan die kwart 90 graden gedraaid. Yeah. Maar hij liep dan bij zo'n dunner tent en dan liep hij naar buiten en dan zag ik die logo op de muur. Ik dacht, hier zijn Turken weer geweest. Maar op een gegeven moment was het in Istanbul, was het gewoon die hele wijk was helemaal ondergespoten, waar die serie is opgenomen. Dus ik stuur het ook naar hem. Ik zeg zo, kijk rechtsonder, weet je wel. Zie je die logo. Maar het gebeurt echt in een fractie van een seconde. Hij rent naar buiten en dan... Inderdaad, hij rent naar buiten. En als je die deur opknalt, gaat hij heel snel dicht. Hele snelle seconde... Kleine dat is in de dunne zaak, weet je wel. Dat toek, toek. Dat gaat heel snel. Tap, je maar ziet het, is weer weg. Het viel me heel snel op, dat wel. Nee, maar ik heb ook heel veel andere dingen gezien wat goed was. Naast die Gravity vond ik de edits best wel nice. Mm-hmm.
Nee, de graffiti was gewoon joke. Nee, maar de edits waren nice, waardoor de serie ook gewoon leuker was. Waardoor ik eigenlijk heel veel naar details uit ben gaan kijken. En toen viel dat ook mij op. Ja. Maar sommige speed ramps en zo, dat is gewoon super nice. En dan hoor je zo'n coin toss. Zo, en dan gaat hij terug naar het verleden. Ja. En dan komt hij weer terug. Hoor je zo, en dan is hij weer terug. Dat soort dingetjes, dat hebben ze echt leuk gedaan. Ze hebben de dolly zoom gedaan, die je kunt kennen van Jaws. Dat is dolly dat, zoom. Dat inzoomen en dan tegelijkertijd je lens draaien, waardoor, waardoor het een wide angle wordt. Dat hij dichterop gaat, maar dat hij het beeld breder wordt. Ja, dat. Allemaal van die leuke tools hebben ze gebruikt. Dus ja, het is weer een geslaagd seizoen. Ja. Klopt. Is dat jouw conclusie ook? Een soort van? Als jij dat als een conclusie wilt zien. Of heb je nog wat toe te voegen? Ik denk dat ik alles al wel heb verteld, hoor. Dus dat. Ik wil ook gelijk een cijfer geven dan. Dan mag ik zeker. 4 sterren. 4 sterren? Ja. Hakan. Ik mis dingen wat Oren zegt, dat sluit ik me wel bij op aan. Ja. Ik vind gewoon een goede acteur. Hoe die het doet, hoe die zijn rol oppakt. Ook gewoon heel overtuigend. Mm-hmm. Het verhaal vind ik leuk en het is gewoon interessant, weet je wel. Het is wel vet hoe die al die dingen doet. Ik vind het mooiste vind ik gewoon ook nog dat hij jou niet meer vraagtekens achterlaat. Van, hoe heeft hij dat gedaan? Ja. Hij legt gewoon alles uit nadat hij misdaad is geweest. Dan legt hij alles uit, stap voor stap. Ja, ik heb toen dit gedaan, toen dat gedaan. En dit heb ik zo gedaan. Ja. Zelfs bij die dat hij valt, dan denk ik van, hoe overleef je zoiets? Ik geef het 4,5 sterren, man. 4,5 sterren. Ja. Nou jongens, het verbaast me nog steeds, zeg maar. Heel vaak heb je bij series op Netflix dat het toch een beetje uitgemolken wordt. Klopt. Dat had ik bij, nee, maar dat had ik bij La Casa bijvoorbeeld. Ja. Daar ben ik gewoon ook een beetje klaar mee. Maar het, ja, dat ook nog later Korea uitkomt. Nee, ja, maar daarom. Het verbaast me dat het nog steeds de trucjes, dat ik daar nog een soort van fan van ben. En met open mond kijkt. Open, nee, is gewoon zo. ik vind het nog echt supergoed. En het niveau is gewoon niet lager geworden, heb ik het idee. Totaal niet. Ik zat zelf van tevoren 3,5 te denken, maar ik ga denk ik wel even naar de 4. Ja. 4 sterren. We hebben 2 keer 4 en 4,5. Wat doen we, jongens? 4 sterren. 4 sterren. 4 sterren. Ja. Lupin, seizoen 3, krijgen van ons. 4 sterren. 4 sterren. Laten we doorgaan. Yes. De creator, jongens. 1 woord. Ja, AI. Oké. Okay. Ik zeg statement. En waarom ik dat zeg... Kom straks op terug. De creator, een film van Gareth Edwards. Regisseur van onder andere Rogue One. Hij heeft ook heel veel vergelijkingen met Rogue One. Met Star Wars, een beetje. Mm. Lijkt een beetje op, met laserbeams en zo. De wereld die hij heeft gecreëerd. Maar ook Godzilla 2014 heeft hij geregisseerd. Jongens, de creator. Zal ik hem uitleggen? Ja. Nou, begin maar. Ja, het is een verhaal tussen mensen en robot. Waarbij Amerika vooral de AI uit het leven wilt verwijderen. Mm-hmm. Opent New Asia hun armen na AI. En is AI een onderdeel geworden van het dagelijkse leven. Mm-hmm. Waarbij Amerika AI nog steeds probeert te bestrijden. In New Asia hebben de ontwikkelaars van AI, of van de robots, een superwapen. En die superwapen die mag niet in verkeerde handen komen. Mm-hmm. Klopt. Maar het is een robot en toch creëert John David Washington een band met het superwapen. Hmm. En zodoende het verhaal van de film. Jongens, wat hadden jullie vooraf verwacht? Ik had wel meer special effects verwacht. Een beetje een robotfilm, een oorlogfilm. Er is heel veel reclame erover gemaakt. Ik had qua beeldmateriaal had ik heel veel echt gewoon gigantisch veel special effects verwacht. CGI heel veel. Allemaal dat soort dingen. Ja, ik denk dat je heel veel hebt gemist dan, denk ik. Nee, eerlijk gezegd. Volgens mij was er aan special effects niet geen gebrek. Geen gebrek, volgens mij. Het is meer... wat is het? Meer... Ja, ik kom... hoe leg je dat uit? Ik had wel... Denk maar over na. Ik kan even naar meer dan. Ja. Nee, The Creator, ja... Ja, ik ga je eerlijk zijn tegen jullie, jongens. Ik voel de vibe niet of zo. Heb je dat wel eens bij films, dat je de vibe niet voelt of zo? Ja. Of de story spreekt je niet aan? Eerlijk te zijn, de setting, ik vond het echt super mooi gemaakt. Daarvan. Ja, dat is ook... Dat is wel echt super, daar geef ik ook toe. Maar gewoon het verhaal, het sprak me niet echt aan of zo op een of andere manier. En ik heb ook recensies gelezen dat het een meesterwerk is. Dat het de beste sci-fi is van de laatste tijd. Beter dan Blade Runner. Kan dat? Vinden jullie dat?
Ja, Blade Runner was ook op. Ja, Blade Runner was ook een beetje dingen, hoor. Was ook niet echt super denderend, maar wel de wereld was gewoon fenomenaal. Nee. Maar mag ik... Ja, zeker. Wat ik had, het was geen hersenkraker. Ja. Het was een vrij eenvoudig verhaal. Ja. Je gaat er in één keer doorheen. Je hoeft niet stappen terug te denken. Wat was daar gebeurd? Wat was de oplossing daarvan? Bla, bla, bla. Ja. Je wordt gewoon meegenomen in het verhaal. Het verhaal was wel matig, dat moet ik wel eerlijk zeggen. En het was zo matig dat ik op een gegeven moment ook heel veel kwijt was van de film. Dus ik moest echt moest ik even nadenken. Maar de wereld was, zoals ik zei, is echt fenomenaal gemaakt. Het is gewoon... Zeker. Een film van... Gareth Edwards. En die heeft bijvoorbeeld ook Rogue One. En Rogue One heeft hij ook een best een wereld gecreëerd. En voor deze heeft hij ook een wereld gecreëerd. Maar waarom ik statement zei... Deze film... is eigenlijk een dikke vinger naar de hele filmproducentenmaatschappij. Of hoe je het wilt noemen. Want de film is gefilmd op een FX3 camera. Okay. En een film van 80 miljoen. Mm-hmm. Dan zou je denken van ja, die pakken een Panavision of een Arri of een dit of een dat. Gewoon camera's van 80 of 100k. Maar die FX3 camera, dat is gewoon een camera van 4K. Van 4000 euro. En het is gewoon een camera die elke filmproducent... Ja, filmproducent, gewoon lokale filmmaker. Mm-hmm. Ik denk misschien dat meer dan 50% van de filmmakers hier uit de omgeving die reclames maken, hebben gewoon zo'n FX3 in een kas liggen. Ja. Ben je een beginnende, dan kan je voor minder dan 100 euro kun je hem boeken per dag bij Budgetcam. Ja. Het is echt een dikke middelvinger naar de dingen. Hij toont wel gewoon aan dat die FX3 alles heeft wat hij nodig heeft. Mm. En tegelijkertijd, Sony heeft best wel lekkere colors, lekkere kleuren, templates. Ja, dus, was dat ook te zien? Dat, zeg maar, zonder die info dat je weet? Nee, dat is wel heel veel getweakt aan de dingen. Dus je ziet niet per se dat het een FX3 camera is. Maar als je zegt, ik heb hooguit 4K 25 frames per seconde nodig... of 50 frames per seconde met de shutter speed van dit... en Sony camera's hebben goede ISO-waardes... schroeft er een goede lens op... en als je de rest van de film volledig in CGI en visual effects gaat maken... dan heb je ook niet zoveel van nodig. Nee, ik heb bij sommige films ook echt het gevoel van... ja, je pakt die lens maar omdat er gewoon de lens een naam heeft. Of de camera maar gewoon omdat de naam heeft. Maar dit toont wel weer aan dat je gewoon met zo'n simpele camera van 4K... gewoon een fucking Hollywood productiefilm kan maken. Als je weet wat je aan het doen bent, dan kun je met heel weinig kun je heel veel. Ja, je kan zelfs camera wat wij gebruiken eventueel gebruiken. Maar dit is dan een 8-bit. Ja, dan zeg je van ik wil een 10-bit color rate of ik wil een 12-bit. Nou, dan is dit niet geschikt. Ja. Maar als je zegt, ik wil een film maken met... 25 fps in 4K, dan zou en 8-bit color range, dan zou je zeggen deze camera is ook genoeg, weet je wel? Die kost ook maar 2000 euro. Nee, heb gelijk. Dus dat is eigenlijk een dikke middelvinger naar de dingen, naar de hele scene. Ja. Maar heb je ondertussen nagedacht over de visual effects wat je slecht vond? Het is niet de effecten. Ik had meer effecten verwacht. Dit is meer vliegende schepen en zo. Ja, inderdaad. Dat nog meer sci-fi, weet je wel. Kijk, het is in de echte wereld met een toevoeging van robots en vliegende schepen. Mm. Dat was het eigenlijk, weet je. Maar ik had wel wat meer verwacht, omdat er extreem veel reclame wordt gemaakt. En Ik vond de film goed, hoor. Daar heb ik niks tegen op. Het verhaal was, zoals je zei, het is heel basic. Het is niet te overdreven. Ja. Kijk, reclame die je daarover hebt, daar wil ik het ook over hebben. Want er is heel veel reclame gemaakt voor de film, inderdaad. Mm-hmm. Maar nu met de staking zorgt er eigenlijk wel voor dat heel veel filmproducenten creatief moeten zijn met adverteren. Ja. Ik heb voor deze film heb ik heel veel advertenties gezien. Uiteraard gewoon clipjes uit de film en trailers en teasers en zo wat, noem maar op. Maar ik heb heel veel campagnes gezien die je voorheen nooit zag. Zo had je dat de robots uit de film te zien waren in een voetbalgame ergens in Amerika. En die zaten daar in de crowd, weet je wel. Maar ook gewoon op Instagram kwam je clipjes tegen. En dan zie je zo'n AI-bot die... manipuleert die I am not a robot test, weet je wel. Dus ze moeten echt creatief gaan zoeken. Maar ook bij Saw zag ik dat. Ze zetten de hele tijd dat poppetje van Saw zetten ze in. Ja. Omdat acteurs gewoon niet meewerken aan campagnes. Ja. Dus ik vond het best wel creatief. En misschien omdat die nieuwe campagnes best wel creatief zijn... dat de film zoveel aandacht heeft getrokken. Ja. Maar ja, ik had... hoge verwachtingen van. En qua wereld en zo is het echt wel uitgepakt. En qua verhaal was het minder inderdaad. Ja, ik wil nog een balletje opgooien. Het gaat over AI. Ja. Hoe groot denk je dat AI invloed zou hebben in de toekomst? Of nu al in de hele filmindustrie? Ik bedoel, gaan we dan nog meemaken dat een hele film door ChatGPT wordt geschreven? Weet je wat het is? AI hebben we altijd al gehad, hè?
Ja. AI is eigenlijk gewoon artificial intelligence. Mm. Als je tegen een computer zegt, was 1 plus 1, dan zegt hij tegen jou 2. Dat is al AI. Ja. Maar de vormen die AI nu krijgt, dat is best wel angstgevend. Ja, maar zal er meer gebruik worden gemaakt in de toekomst, denk je? Nou, voor schrijvers is er nu al zijn er bepaalde regels gemaakt voor AI. Maar wat ook het probleem is van AI, AI is zelf geen creatief brein. Dus AI die werkt vooral dingen wat hij ziet en wat hij leest, werkt hij uit. Zoals van een samenvatting. Ja. Wat je dan krijgt is, er zijn nu al iets van 17 schrijvers die chat OpenAI heet, dat software, al aanklagen vanwege 7 of 17 of zo, ik weet het niet exact aantal, maar ze worden gewoon aangeklaagd omdat er heel veel scripts die ChatGPT of OpenAI uitwerkt gewoon stukken uit boeken haalt. Het creatieve brein ontbreekt. Dus ik zeg heel eerlijk gezegd, ik denk niet dat AI de toekomst is voor films. Oké. Denk ik niet. Voor massaproductie is het ideaal, want je ziet ook dat volgens mij Videoland, die doet het nu al. Die heeft alle cover arts, die worden gewoon door AI opgemaakt. Niet alle cover arts, maar een groot gedeelte van cover arts. Van Tata, Mokromafia Tati was door AI gemaakt. Maar ook Loki, las ik laatst, dat die ook AI gebruikt om die cover art te maken. Dus dat soort dingen wel, maar ik denk niet de hele films en zo. Het scheelt wel op tijd, denk ik. Of personeelskosten en dat soort dingen. Dat kan wel. Ja, voor personeel vind ik het best wel vreemd ook. Voor van die gasten die introduceren dat binnen een bedrijf. Maar je graaft je eigen graf gewoon. Eigenlijk wel, hè. Ja. Die gast denkt alleen maar aan financiën. Ja. We hebben laatst ook een leuk verhaal geschreven in ChatGPT. Ja, dat soort dingen heeft hij wel. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort van recycle. Voor wat hij allemaal op internet leest. Ja, inderdaad. Klopt. Nee, maar wat ik nog ook wel vet vond aan de film. Het was eigenlijk een soort van communisme versus kapitalisme. Hè? Dat zag je. Communisme, de AI-bots en de mensen zijn gelijk. Communisme, vreedzaam. En dan Amerika, kapitalisme. Die hebben zo'n grote bot in de lucht hangen. Weet je wel, van zo'n. Hoe heet die nou? Hoe heet dat ding nou? Heb ik hem hier opgeschreven? De Nomad. Ja, de Nomad. Klopt, dat was de Nomad, die hangt in de lucht, weet je wel, een miljardenproject, noem het maar over. Dus dat vibe gaf het. En aan het einde, kapitalisme, die wordt neergehaald door communisme, blablabla, dat soort dingen. Maar wat ik wel vet vond, is, ik zei toch dat de robots en dingen zijn communistisch, maar dat kind, dat gaat heel te voor tv zitten. En dan zetten die tv aan en dan gaat hij naar kinderprogramma's kijken. Ja. Heb je die kinderprogramma's gezien? Ja, iemand die met aandacht kijkt naar de film, die is het misschien opgevallen dat de kind kijkt naar een kinderserie die bestaat uit raketten die de Nomad uitschakelen. Okay, en dat ja. is echt iets wat bij communisme hoort. Want ik had toen destijds ook een clip gekeken. En dat ging over communisme in Rusland, bla bla bla. Maar daar, schijnbaar hebben ze daar ook een kinderprogramma bijvoorbeeld. Waarbij de beer, Rusland, allemaal van die leeuwen en giraffen en zo allemaal uitschakelt. En dat geeft het beeld af aan een kind. Dat wordt alvast in de hoofd gekneden. Van wij zijn een sterke land, wij zijn machtig, wij kunnen iedereen aan, enzovoort, enzovoort. Dus dat is echt een ding wat bij communisme hoort. En dat hebben ze mooi verwerkt eigenlijk in de film. Dat een kind de hele tijd naar dat soort kinderprogramma's kijkt. Ja. Waarbij je gewoon ziet dat de nomad, de kapitalist, wordt uitgeschakeld door de communisten. En dat was ook eigenlijk een van de dingen waarvan ik dacht van, ja, dit is volgens mij de communistische partij. En dat is een kapitalisme. Ja, dat viel me ook al dus dan op. En het is een keertje mooi dat Amerika verliest. Ja, maar de laatste tijd zelfs veel vaker, hoor. Vroeger was het altijd cowboy versus indianen. Ja, indianen waren slechte, cowboys waren goed. Maar nu ook bijvoorbeeld binnenkort Killers of the Flower Moon. Wat zien we? Amerika zijn misdaden. Die kun je daarin terugzien. Ja. Dus dat. Jongens, we zitten er al 10 minuten in. Besef ik me. Oei. Jezus, tijd vliegt. Jongens, conclusie en rating. Moeten we AI omarmen of... Laat hem nog even buiten. Okay. Conclusie en rating. Zoals ik al zei, ik voelde die vibe niet echt en... Ik heb er weinig over te zeggen eigenlijk. Ik weet niet. Het is rating. Ik geef het een 2,5 tot 3 ertussenin. Nou, laat ik maar voor 3 gaan. Voor 3? De van de twijfel. Ja. Ja. Ik, jullie kennen mij. Ik hou van sci-fi. Ja. Dit is jouw film. Ik hou van dit soort films. Sci-fi, fantasie. Ik vind dat gewoon vet. Weet je wel. Beetje uit de realiteit. Dus, het verhaal was goed. Niet te moeilijk over gedaan, weet je wel, niet extreem uitgebreid. Vond je het verhaal goed? Ik vond het verhaal wel leuk. Ja, dat kan. Okay. Ja, het is niet dat hij denderend goed is, dat je denkt van, jezus, echt goed verhaal. Mag wel wat complexer, toch? Weet je, dat had wel wat meer ingemogen. Ja. Maar ik vond, in het algemeen vind ik het verhaal wel goed, weet je. Ja. Ze hebben niet te langdradig, wat ik nou altijd aan het doen ben, veel te lang doorgaan. Ja. En
Wat zei je? Ja, dat is het. Ik zal langzaam doen zijn schuivertje omlaag. Ik geef het 3,5. 3,5. Jongens, ik vond, zoals ik zeg, de statement vond ik geweldig. Dat het een cheap camera is. Ja, niet per se cheap. Maar gewoon voor de filmindustrie is het best een cheap camera. Van de wereld wat ze hebben gecreëerd vond ik fantastisch. Ik vond dat we alvast een inkijkje konden krijgen van naar de toekomst. Vond ik nice. Mm-hmm. Want zo'n ding als Nomad, die zit eraan te komen. Dat denk ik sowieso. Dat er gewoon zo'n laser op je komt en dan denk je, ai, ja, het is gedaan. Yeah. nee, maar ja, het verhaal was, zoals je zegt, was geen hersenkraken. Het was vrij eenvoudig. Je ging er best snel doorheen. De wereld die er werd gecreëerd, die was nice. Mm-hmm. Dus ik vond John David Washington vond ik ook echt goed. Dus ik zeg ook 3 sterren. Maar jongens, 3 sterren. Jij zei ook 3. Ja. Jij zei 3,5. 3,5. Ja, dan komen we weer uit op 3. Jongens, maar buiten dat, is het een aanrader? Moeten mensen hem kijken? Jawel, man. Ja, ik vind hem wel. Ja, kijk even. Jawel. Het is en nog een vraag. Moeten mensen AI omarmen? Want in principe de AI, we hebben het in de film gezien, is best onschuldig. Ja. Ja, voor deze ene keer. Met één arm. Met één arm. Met één arm. Met één arm. Armpjes op de schouder. Ja. Je mag er wezen, maar... Daarom. Blijf wel op afstand. Wij geven dus de creator 3 sterren gemiddeld. We gaan nu door naar Hakan's snack. Yes. Boys, ik heb deze week lekkere standaard filmsnack bij me. Oei. Chips. Maar het is geen standaard smaakje. Ah. Ik weet niet wat voor smaak je zit, want ik heb dat al een keer gezegd. Laten we aan de camera zien dan. What the fuck? Magic truffles? Yes, magic truffles. ik heb toen zo'n doos gehad en deze zaten erin. Het is kettle chips van Jazz. Oh, eentje man. Met magic mushrooms. Nee, truffles. Truffles. Mm. Ja, dat zijn de magic mushrooms. Nee, maar wacht, zit er echt gewoon THC of wat dan ook? Wat zit er weet in? Ik heb er eens naar gekeken. Kom eens, zal ik niet rijden naar en dit is Naughty Cheddar. The Naughty Cheddar? Adults naughty only cheddar. Staat erop. No. Adults only. En 18. No hey, taste. Wacht, zou er wel een reden zijn dat hij niet voor onder de 18 is, hè? Yes for trips. Echt serieus? Ja, yeah, yes for trips. Oh, what the fuck? Ja, die eet je helemaal lekker op, jongen. Kijk naar de achterkant. Zou er toch wel iets van staan? Of er dingen in zit? Gluten-free. Only natural. Ja, gaan we hier... Ja, maar jongens, er staat hier helemaal niks in het Nederlands op. Ook niet in het Engels. Jawel, op die sticker. Die sticker overheen geplakt. Dat is de import sticker, altijd. Dit is gewoon cheese onion. Dus, ja. Ik had hem een pittiger verwacht of zo. Of iets scherper of zo. Ja. Hij is wel naughty. Hij is wel naughty, ja. Naughty. Ja. Wat doen we daarmee? We eten maar gewoon op, joh. Yes for trips. Geef even die zak. Dit heeft ook een bekende smaak. Ja, mushrooms. Ja. Lekker spacen. Dit heeft echt een bekende smaak. Ja, maar dat zou toch niet echt dingen zijn, toch? Nee, man. Anders zou er iets van dingen opstaan, toch? Welke smaak is dit? Ja, gewoon champignons. Maar dat smaakt naar kuppasoep. Ja, maar truffels zijn toch niet altijd hallucinerend? Ik weet niet. Truffels doe je ook gewoon bij de pasta. Ik heb een ballenverstand van al die drugs en dingen. Ja, ik ken het maar niet. Maar het is Magic Mushroom. Of een Magic Truffles, zegt hij. Dus, magic Truffles. Ja, het zou gewoon champignonsmaak zijn. Nee, maar als er iets van space en dingen... Dan had je ook iets van een label of zo aangaan. Precies. Er staat helemaal niks op, dus... maar ja, het is chips. Dus hij heeft hij wel lekkere smaak, vind ik. Ja, hij is wel lekker, inderdaad. Oei. Ja, een beetje vreemde smaken. Mm. Ik vind dit soepvorm vind ik wel lekkerder. En dat is gewoon cheese onion. Maar ik vind deze echt lekker. Dan mag jij hem opeten. Ja. Ga ik hem zeker weet je wat? Als ik sta... Dit knippen we uit de episode. En dan doe jij bij de nieuwe lees maak de smaak... De Magic Truffles. Magic Truffles. En dan win je, wat is het, 2% omzet? Maar hoe zal het zijn om te hallucineren? Heb je dat wel eens? Ik heb me dat echt afgevraagd. Ik heb nog nooit drugs gebruikt. Heb je dat wel eens gedaan? Maar ik vraag me wel eens af van hoe zal dat zijn? Wat zul je zien? Van wie was dat ook alweer? Hij zegt zo, ik heb wel eens truffels gebruikt. En dan zit je zo buiten en dan zie je zo'n olifant. En dan denk je van, wat doet die olifant daar?
En wanneer kickt de drugs in? Nou, om Hakan's vraag te beantwoorden. We kunnen een keer een truffle special doen. En dan gaan we lekker hallucineren, jongens. Truffles eten hier. Ja, gaan we stoned naar van die stoned suggestive films kijken, weet je wel. Ja, ja, ja. Pineapple Express van Seth Rogen. Ja. Maar lekkere snack, man. Lekker snack, goeie. Toch? Ja. Laten we doorgaan naar Expendables 4. We hebben gekeken naar Expendables 4. Ja. Eén woord. Perfect. Drama. Super. Sarcasme springt er vanaf. Ja, ik ben niet sarcastisch. Ja, ik wel. Oh, okay. Ik denk dat Oren ook sarcastisch is. Ik ben niet sarcastisch. Nee, hij is gewoon... Ik heb de film niet gekeken. Ik ben gewoon puur op uitgaan wat ik heb gezien op Rotten Tomatoes. Ah, zo. Nee. Ja. Je zat echt langs ons in de bioscoop. Nee, maar joh, echt... we waren zo net even die gemiddelde cijfers aan het opzoeken. Ja. Voor het script en zo. Ik zei nog, what the fuck is dit? Ik heb die score hier staan. Hè. Tomatometer. Maar, ja, daar staat tomatometer 13% en een audience score 71. En die reacties erop. Nee. Ja, en dan lees je van best movie ever, 5 stars. A little less Megan Fox would do it, 5 stars. Ja. Kan me daar wel in begrijpen. Best action, best script, best visual effects, 5 stars. De sarcasme die springt er vanaf in de audience score moet je helemaal niks van aantrekken. Nee, dat is. Nee. Voor de rest heeft hij op. Maar waar gaat de film over? DB. Ja, daar komen we zo op. Ja, nee, weet ik het. Maar ik wilde... ik hoorde jou zo mooi over het omheden. Ja, nee, omdat ik zei... Cijfers erbij. Ik zei van, het is geweldig. Nee, maar voor de kijkers en luisteraars, dan weten waar ze het over hebben. Ja, dat was de inside joke. Dat wilde ik graag waar het over gaat. Ja, de film is heel basic. Het is een beetje een John Wick. Al de oude licht. Ja. Het begon op die manier. Praat niet over John Wick. Nee. Dat is gewoon... Dit is niet te vergelijken, man. Dit is totaal niet te vergelijken. Het begon... Expendables 1 was supergoed. Mm-hmm. Kwamen al die legendarische acteurs die kwamen bij elkaar. Jason Statham. Jet Li, Bruce Willis. Mm-hmm. Sylvester Stallone, niet te vergeten. True. Arnold Schwarzenegger zat erin. En... Schwarzenegger. Ja. Ja, er was iets fout met je uitspraak. Ja. twee was ook goed. Drie was oké. Vier, zware teleurstelling. Dan hebben ze het maar gewoon het lekker gaat, gedaan. Het gaat gewoon zo. Ja, het gaat goed gewoon... het is een speciale team. Met allemaal... Expendables. Ene kwam van de SAS. De andere is dan van... De andere was de Punisher. De Punisher. Jij wel. En die worden dan op een missie gestuurd. Die worden naar een missie gestuurd. En daar moeten ze... Het is gewoon eigenlijk volle geweld, geen plan. En jongens, we knallen erop los. Het was gewoon een keiharde actiefilm altijd. Ja. En op zich is daar niks mis mee. Nee, daar kun je ook iets moois van maken. Klopt. Eigenlijk. Maar dit was... Maar ik vind... Ik kreeg het idee dat ik naar een parodiefilm keek. Ja. Ik vind, als iemand zegt, ik wil mijn geld terug, meer dan terecht. Ja. Snap ik. Want nu hebben wij een pas. Dat is geen probleem. Maar het is wel echt een drama met wat je verkoopt op reclame en wat je uiteindelijk tentoonstelt in een bioscoop. Ja. Want het was super slecht. En als ik dan ook mag zeggen gelijk, wil ik die film aanraden aan mensen? Nee, fuck it, blijf thuis. Inderdaad, ben ik compleet mee eens. Want dit is echt een shitshow. Alle namen die je verkondigt. Sylvester Stallone is het dragende vlak. Sylvester Stallone is in het begin eventjes te zien en dan duikt hij aan het einde weer even op. Mm-hmm. Visual effects waren echt shit. Het was net alsof ik naar Call of Duty of zo keek. En ik zeg heel, misschien heeft Call of Duty het zelfs nog beter voor elkaar. Ja, die heeft beter voor elkaar. Ik zag gewoon explosies. Dat leek net stock footage. Waarbij de greenscreen gewoon is verwijderd en overheen is geplakt. Hoe noem je dat? De shots in de auto. Dat ze aan het rijden zijn. Je ziet gewoon de achtergrond is fake. En noem het maar op. Dialogen waren slecht. Wil ik net zeggen, onnatuurlijk vond ik het. Onnatuurlijk, ongemakkelijk. Humor was shit. Ja. Bijvoorbeeld, ze doet in een vliegtuig, als het over de lul van die gast gaat, doet ze zo. En dan iets later dan gaat hij pissen en dan zit ze zo te kijken. En dan dacht ik, what the fuck, jongen, wie heeft dit geschreven? Klopt.
Ja, slechte humor. Camerawerk was ook raar. Het leek net een tv-campagne. ja, die poppen, of ja, de acteurs die werden gewoon overbelicht of zoiets. Waardoor ze helemaal weg, de achtergrond helemaal wegvalt. Ja, ik kan nog wel doorgaan, man. Maar dit was echt shit. Ook het boot, bijvoorbeeld aan het einde. Ja. Dat zei ik nog tegen jou, die verhouding klopt niet. Ja, in het begin landen ze, is het heel breed. Ja, als ze erop staan, is een boot 5 meter. Maar als ze dan in één keer van boven met een kabel naar beneden gaan... en ze staan op de boot en ze reiken zo uit van kom, weet je wel? Mm. Is die boot in één keer 1,5 meter of zo? Ja. Dan zijn ze gewoon groter dan de boot zelf. Ja. Maar zelfs dat hij aan de rail staat, weet je wel, dat hij afscheid neemt... zelfs dat was gewoon met greenscreen. Ding, ja. Terwijl ik dat zei heel nog, simpel, de lucht filmen. Ja, ik zei nog, desnoods ga je hier in Arnhem op een van zo'n hoge dak staan... en dan hang je aan een balustrade of zo... en dan kijk je er even overheen en dan zeg je, I'll be back. Weet je, that's it. Ja. Maar ik vond het echt een drama. En de film heeft schijnbaar 100 miljoen gekost. En dan vraag ik me af, waar heb je het geld aan uitgegeven? Want als je kijkt naar de creator, die heeft 80 miljoen gekost. Mm. En zoveel grote namen was er niet. Weet je, Dolph Lundgren, die kost waarschijnlijk tegenwoordig niks meer. Sylvester Stallone kan nog wat kosten, maar... Het zijn oude grote namen. Laat ik inderdaad. Een beetje veteranen. Jason Statham zou misschien wat kosten. Ja, 50 Cent, die wil zo graag de filmcarrière in. Ik denk dat hij daar vrijwillig stond. Die had ook niet echt een toegevoegde rol in de film. Nee. Ik vond die intro ook zo raar. Ze waren in de soort van kleedkamer. Of ja, in de ding van voorbereiding. Ja. Hij komt daar zomaar aan en Stallone zegt dan van... Oh, that's die. Hij komt van die. Oké. Okay. Later de hele film heeft 4 of 5 zinnen gehad of zo. Meer niet eigenlijk. Ja, en ik vond ene dingen van goed. Dat die heftruck uit de grond kwam. We hoorden 50 Cent. Dat maakte wel wat beter. Oké, ja. En ook in het begin vond ik dingen grappig. Was van Gilmore Girls. Dan komt hij zo met de auto en dan zegt ze... Get in losers, we gaan shopping. Ja, dat was... Ja. Ja. Maar dat is ook gewoon meer een soort van referentie naar een andere film. Waardoor ik heeft meer van die droge humor erin zitten. Bijvoorbeeld met die sniper dat hij zijn leesbril opzet om te gaan sniper. Ja. Omdat hij niks meer ziet. Ja, ja, ja. Dat hij achteraf in de film gewoon weer start met drinken en dan in één keer iedereen sloopt. Ja. Dat soort droge humor die hadden ze dan weer wel. Ik vind eigenlijk wat die... want hij heeft niet heel hoog gescoord. Want op Internet Movie Database heeft hij 2. Rotten Tomatoes heeft hij maar 13%. En Letterboxd heeft hij ook maar een 2. Ja. Mm. En ja, ik denk echt volkomen dat die 2 gewoon puur door Jason Statham komt. Ja. Nou, die ook ene niet hoor. Jason Statham vind ik sowieso geen goede acteur. Nee, ik vind hij moet eigenlijk gewoon in zijn films... moet hij misschien gewoon zijn mond houden en dan gewoon... Ja, gewoon vechten. Schieten. That's it. Dat is ook het enige wat gewoon mooi was. Maar hij praat hier ook alweer te veel. Want ik vind hem ook best wel cringe. Hij is ook best wel ongemakkelijk in dialogen. Ja, dat kan wel. Maar ik vind zijn vechtscènes vind ik gewoon goed. Klopt. Maar bij Transporter en zo zei hij niet veel. Nee, dat was gewoon een plank gas en dan springen van auto. Maar je hebt meestal bij een film soort van de drager van de film. Ja. Dat moest Sylvester zijn. En dat is Jason Statham, is dat niet. Nee. Vind ik, is hij nooit echt geweest. Hij heeft die rol wel gekregen, maar dat is hij niet. Ja, klopt. Ja, en het ruzie aan het begin, dat vond ik ook best wel raar. Oh ja, en al het bloed. What the fuck, jongen? De hele set is een beetje donker en het bloed is gewoon... Felrood. Felrood, is te belicht. Zo. Ja. Ja, maar het is ook nep, hoor. Het is ook dingen, maar... zie je ook. Maar ook, sommige... dan valt er iemand naar beneden, valt hij op zijn rug, explodeert zijn hoofd. Dat was echt kut, man. Ja, dat is echt kutfilm, man. Maar is het niet dat, zeg maar, wanneer een film af is gemaakt, dat ze het dan een keer bekijken... en dat iemand het ziet en iemand kijkt en zegt van... Ah, jongens, dit doet dan niet of zo. Dit is geen goed idee. Ja. Maar dit is misschien een soort van de nieuwe norm of zoiets. Ja? Waar we aan moeten wennen. Nou, dit is wel heel slecht hoor. Maar weet je wat? Dat is wel heel laag. Nee, maar die YouTube-kanaal waar ik het zo net over had. Dan gingen bijvoorbeeld reageren op The Flash. En hun zeiden het ook. Van ja, bijvoorbeeld sommige dingen kloppen niet helemaal. Maar het valt niet op. Maar het proces waar we tegenwoordig gewoon... Dat de films gewoon wekelijks... moeten er 5 films in de bioscoop verschijnen. 10 op Netflix en 10 op Amazon. Mm. Ja, op een gegeven moment... leuk, het brengt geld in het laadje. Ja, klopt. Maar je moet dan ook heel snel, heel gauw knopen doorhakken. Het moet niet perfect zijn, het moet goed genoeg zijn, soort van. En dan hebben ze er ook over bijvoorbeeld Flash, dat de hoofd niet groter is dan de body. En dan zegt hij van, ja, weet je, het moet vandaag af. Ik vind het prima zo, stuur maar op. Ja. En dat het dan gewoon, ja, als je hem nog 2 dagen had gegeven, dan zou het helemaal perfect zijn. Mm-hmm. Maar ja, nee, liever niet. Moet geld verdiend worden. Ja, precies, ja. Dus ja, maar ik zeg je ook eerlijk, die acteur, die visual effects gasten, ik denk dat als je een groepje studenten had neergezet, die zouden misschien nog beter hun best doen. Misschien moeite ervoor doen. Ja, misschien ook omdat ze ook gewoon wel een lagere prijs ook gewoon zelf kunnen bewijzen in een Hollywood blockbuster. Ja. Maar dit was echt shit, man.
En de acteur zelf, of de regisseur zelf, was Scott Waugh. Ja. Ik heb even gekeken. Hij heeft Need for Speed en Hidden Strike. En Hidden Strike is nog die van dit jaar met Jackie Chan. Ja. Scoren allebei ook niet heel goed. Oh, ja. Nee, ik zitten ook net boven een 2. Dus dan zou je eventueel je carrière stappen moeten overwegen. Waarom lach je? Ja. Nee, Box Office 42 miljoen. Is een flop. Zwaar. Zware flop. Wilt iemand nog wat zeggen? Ja, ik ben een beetje stil. Nee, maar als een film, kijk, als hij zo slecht is, oké, kan gebeuren. Als het een nieuwe film is. Maar omdat het de vierde deel is, heb je bepaalde verwachtingen. Tenminste, ik. Je hebt een bepaalde formule, toch? Je wilt daar opteren. Inderdaad. Want er zou een reden moeten zijn dat er nog een vierde deel zou komen. Ah, ja. Iedereen wil het. Ja, maar de hele cast was ook weg, hè? En dan, ja. Vraag me ook echt af, waar is dat geld naartoe gegaan? Dat wou ik net zeggen. Ja. We gaan een onderzoek starten. Ja, waar is het? Maar is het niet dat... Axel Nobel maar Research. Is het niet dat Stallone ruzie heeft gehad, toch? Ook een beetje met alles. Want dit is zijn laatste film, toch? Maar ik denk ook dat Stallone of te duur was, of hij is best op leeftijd dat hij al die actiescènes niet kan. Dat ze hebben gezegd van we doen hem in het begin en het einde. Oh ja. Dat ja. kan het zijn. Ja. Maar zelfs maar 100 miljoen. Kijk, als je kijkt naar de vorige cast, hè, Schwarzenegger en noem het maar op. Terry Crews speelde er nog in. Sylvester Stallone. En wie hebben nog meer gehad? Jet Li hebben we gehad. We hebben heel veel grote namen. Jean-Claude Van Damme zat er ook in. Ja, Jean-Claude, ja. Moet ik DVD VHS toevallig erbij pakken van Kickboxer? Die hebben die, ook. Die hangt hier. Nee, maar ja, die zaten er allemaal in. daar snap ik dat je dan 100 miljoen kan uitgeven. Maar ik weet niet waar. Maar zelfs in deel 3 waren ook heel veel mensen waren eruit. Maar die was niet zo belachelijk slecht als deze. Dit was echt een nieuw dieptepunt, man. Dit is denk ik oprecht een van de slechtste films die ik afgelopen paar jaar heb gekeken. Ja. En ik kijk veel films, man. Mirza die weet het waarschijnlijk wel. Wij zijn naar veel films geweest en waar iedereen eruit komt van... dit was niks voor mij. Mm-hmm. Loop ik altijd wel lovend over die film te praten. Weet je wel. Ja. Oh, ik vond het wel leuk, vond het wel interessant. Ja. Maar nu, halverwege in de film vroeg ik zelfs nog aan Mirza. Wat vroeg ik Mirza? Ja, is afgelopen. Wanneer gaan we weg? Wanneer gaan we weg? Inderdaad. Ik was er zo klaar. Ik was blij dat hij was best kort ten opzichte van wat er nu tegenwoordig wordt uitgemaakt. Toch een pluspuntje. Dat was een pluspuntje. Ligt aan het einde van de tunnel. Ja. Nee, maar niet alleen wij verveelden ons. Ik zat op een gegeven moment in de zaal. Je hebt dat ook vast wel gehoord. Achter ons... Iemand, maar die was ook verward of zo. Die al die kutgrappen, joh, je had dat zo. Ja, klopt. Maar die had ook, die knalde ook de ene beugel naar de andere open. Ja, achteraan, joh. En dan naast ons waren ze er ook helemaal klaar mee. Ik kijk zo naast ons, het was een koppel, die waren alleen maar met elkaar bezig. En ik hoorde die man op een gegeven moment zeggen van, ja, laten we gewoon gaan, weet ik veel wat en zo. Maar die gasten ook, die waren er ook volgens mij helemaal dooi in. Want op een gegeven moment, je hoort zo'n soundtrack op achtergrond en dan zie je hun zo dansen zo. Doen ze zo, zitten ze naast mij, zitten ze zo. Maar ik moet ook wel zeggen, die hadden volgens mij al een paar drankjes op het terras gehad. Want die stonken nog naar alcohol en die waren nog bier aan het nuttigen. Maar die zaten zo te dansen. En dit is de eerste keer in mijn leven dat ik iemand hoor proosten in een bioscoopzaal. Gebeurde daar inderdaad die knallen, die verveelden zich dood volgens mij. Die knallen allebei een beugeltje open en dan gaan ze eerst zo proosten en dan gaan ze bier drinken. Helemaal niet bezig met de film. Ja. Nou ja, aan de kwaliteit van de film zou ik ook aan de drank gaan. De personen langs mij, die hebben wel zwaar genoten van de film. Ja, ik moet wel zeggen... Mag ik dat zeggen? Weet ik eigenlijk niet. Mag ik dit zeggen? Wat hier staat? Nee, doe maar niet. Ja, kan. Ja, ja het was, heel, ja, het was heel, heel... Oké, okay, dan zeg ik het anders. Het was best aparte volk wat daar in de zaal zat. Ja, oké. Okay, ja, cool. Maar dat komt gewoon mede door... Ja. Zo was een Stallone, wow, dat is geweldig. En dan, dat is gewoon een jaarlijks uitje voor hem. Ja. Zo'n ja, soort volk, ja, snap je? Ja. En die zijn gewoon beroofd, man. Dit was echt een shitfilm, man. Ik ben echt zwaar blij dat we een abonnement hebben. Ik denk dat, we kunnen best aangifte doen als ze toch bro zijn. Normaal vraag aangifte wegens matchfixing. Jongens. Vermoeden van matchfixing. Ben niet zeker, maar. Ben niet zeker. Normaal vragen we altijd wat is goed, wat is slecht. Wat is slecht? Nee, maar ik ga vragen, jongens, wat is slecht, wat is slechter? Nee, maar wat is goed, Megan Fox? En daarmee is de film... Zelfs Megan Fox. Sorry, vond maar ik mag je iets zeggen? Ik vond Megan Fox. Ja, oké, Megan Fox. Qua uiterlijk. Qua top. Uiterlijk. Dat was de topfilm. Als het allemaal uiterlijk ging. Maar ik snap haar rol daar niet echt in. Ze past er niet echt tussen de bad
guys, ah, toch? Nee. Ja, toch, ja. Totaal niet. Een beetje ook feminine niet, power of zo. Ja, en ook nog als leider daarna, hè, soort van. Ja, ja, dan ja, 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 ja. Terwijl dat je helemaal niks van haar hebt gezien. Nee. Ze heeft die houding heeft ze niet, ze heeft niks bewezen. Ja. In één keer zit ze in de film en heeft zij de leiding. Ja, dat denk ik ook bij mezelf. Hm. Ach ja, jongens. Hé, hey, maar slechte films zitten er ook wel eens tussen. Ja, klopt. Ja. Het kan niet altijd top zijn, weet dit je. Is, dit is spant de troon. En wij kunnen de mensen waarschuwen als ze die nog niet hebben gezien. Nee, conclusie en rating. Jongens. Zullen we dat doen? Ja. Wagen we het? Ja. Jongens. Doe maar eens. Ik heb mezelf... kijk, voor mij is 1 ster... Mm. Als ik gewoon echt naar de bioscoop ga en ik kijk naar een wit doek. Dat is voor mij 1 ster. Mm. Er is wel iets gemaakt. Vandaar dat ik het 2 sterren geef. Nee, 1,5. Ik geef het echt 1,5 sterren. 1,5. Dit is echt slecht, man. Ja, ik heb het hier ook staan. 1,5. En ik ben verbaasd dat 17 mensen fans zijn van deze film op Letterboxd. Als een van jullie ertussen zit die dit als fan heeft aangekaart. Ja. Moet je echt even nadenken waar je mee je leven aan het doen bent. Oprecht. Nee, ik ga voor 2 sterren. In de zin van... Voor Megan Fox. Voor Megan Fox. En apart dat ik nog niet weg ben gelopen. En Sylvester Stallone. Ja, maar dat is, netjes, ja, dat is bij mij de reden. Ja, Sylvester, ik heb nog wel een beetje respect voor hem. Ik hou van hem. Ja, hij is... Ja, voor hem dan. Dus geef ik 2 sterren. Ja. Ik, conclusie sla ik... Zeg maar gewoon een rating. Ja, ja, ik geef het een 2. Okay, voor Jason Statham en Megan Fox. Dat dan, en dat is haar uiterlijk. Voor die ene scène. Ja, voor die ene scène alleen. Ja, 2 sterren. Voor dus, de rest jongens. Is 1,5 ster voor Jason Statham. Jongens, concluderend. Wij geven 2 sterren dan. Wij geven 2 sterren. Moeten de mensen de film zien? Nee. Dit is volgens mij de eerste keer dat we zeggen van nee, ga er niet naartoe. Dit is ook de eerste keer dat we lager dan een 3 geven. Ja. Ja, maar ook dat maar die zitten er ook tussen. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, we pakken ook echt de highlights van de week. En dit was gewoon een highlight, toch? Hoe, kijk, als je kijkt hoe ze echt hebben verkocht, dan denk je echt van, ja, damn, dit gaat iets geweldigs worden. Ja, dat klopt. Dan valt het vies tegen. Mensen, niet heen gaan dus. Nee, niet naartoe absoluut gaan. Absoluut niet. Expendables Part 4 geven wij 2 sterren. Maar... Dan zijn we nog niet aan het einde komen van de aflevering. Nee. We gaan eerst over naar Top or Flop. Want over 2 weken hebben we weer een nieuwe aflevering. Waarbij we weer grote titels bij ons hebben. En dat zijn deze week... Oh nee, wacht. Jongens, de regels. Top or Flop. Ik wil enkel van jullie horen. Top or Flop. Dit zijn de films die we volgende keer gaan bespreken. Hakan, Killers of the Flower Moon. Top. Top. Ik zeg top. De langste film van Martin Scorsese ooit. En de Tommy... Of Fall. Nee, wat zeg ik nou? Dat was Irishman, man. Sorry. Tweede langste. En de Tommy of Fall. Top of flop? Top. Flop. Ik zeg top. Ik twijfel nog zwaar. Maar we komen zo op. Film 3. Saw. X. Flop. Top. Ik zeg ook top. Ja. Ik zeg top. We beginnen met Killers of the Flower Moon, jongen. Hakan, we zeiden alle 3 top. Martin Scorsese, kan niet misgaan. Klopt. In combinatie met Leo, toch? Leonardo DiCaprio. Ja, maar en, dat is Wolf of Wall Street. En natuurlijk Robert De Niro, kan niet missen. Dit is al de 80ste film dat we samenwerken. Ja, echt, Lily Gladstone doet het schijnbaar heel goed in de film. Okay. We gaan het zien. Anatomy of a Fall. Jij zei top. Ik zei ook top. Jij zei flop. Het is wel een heel ander publiek. Degene die de Palme d'Or uitdelen. Mm. Maar het betekent niet altijd dat het goed hoeft te zijn. Ja, ja, het is een beetje twijfelachtig nog. Ik zit er eigenlijk tussen, maar ik zeg flop, zodat voor mij... Ja, klik raar, maar dan kan het alleen maar beter worden. Ja. Oké, tenslotte, Saw X. Jij zei flop. Jij zegt de 10e. Dat kan niet goed zijn. Het is 10 keer herhalen. Ja. Jij zei top? Top. Ja, ik hou van Saw. Ja, ik hou gewoon... Het is gewoon... Niet nadenken, gewoon lekker kijken. What you see is what you get. What you see is what you get. En er zal vast wel reden zijn dat dit de 10e deel is. Kom, en ik heb gehoord... het is ook een best wel een tijdje weg geweest. Mm. Nu komt het terug. Voor het verhaal hoef je al lang niet meer te kijken. Nee, het is zeker niet. Best wel zeker raar niet. Gelopen. Die arts is dan de vader en de vader is de arts. En die is uit deel 1 en zus en zo. Dus vandaar hoef je niet voor te kijken. Maar de traps die hij in de film heeft verwerkt, die zijn nice. En dit jaar schijnbaar... Zijn ze better than ever, dus we gaan het zien. Okay. En ook Saw X, we hadden het vandaag over creatieve adverteren. Saw X doet precies hetzelfde. Het poppetje wordt ingezet. Eén keer zit hij in Parijs, één keer zit hij in Rome. Kijk, ja. Straks zit hij achter ons. Wie weet. Wie weet.
We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Terwijl je daar bent, geef een like. Geef een review. Laat een plaats en comment. Zet het belletje aan. Deel de podcast met je vrienden. Ook zijn we te vinden op verschillende social media kanalen. Maar onder andere TikTok, @thevideocorner, Instagram, @thevideocorner en Facebook, thevideocorner. Ja, volgende week zijn we terug met een VHS review. Vrijdag kunnen jullie stemmen op Instagram. Op welke film jullie willen dat wij gaan bespreken. En daarmee heb ik alles gezegd. Ja. En volgende week maandag 8 uur staat hij online op je favoriete podcast app en op YouTube. Yes. Jongens, bedankt voor je aanwezigheid. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en / kijken. Ja, bedankt. Sylvester Stallone, bedankt voor alle jaren. En tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.